hier op de baan bij de vrouwen in de 74-klasse, vlak voor het begin van race 2. Lopke en Lisa hebben een fantastische eerste race gevaren met een zesde plek. En liggen daardoor heel erg goed in het klassement. Als ze 7 punten voor blijven op de Spanjaarden, 5 punten voor op de Fransen en 1 punt voor op de Italianen, dan zijn zij vandaag wereldkampioen. We gaan kijken hoe ze het er vanaf brengen. We liggen hier vlak voor de start. Het is gaan regenen. De wind is flink aangetrokken. Hopelijk weten Lisa en Lopke hier goed te scoren ten opzichte van hun directe tegenstanders. Maar als het niet genoeg is, dan hebben we morgen nog de medal race. En dan kunnen de meiden alsnog wereldkampioen worden. Maar liever dat vandaag de klus al geklaard wordt. Dat was de start. De Italianen en Fransen zie ik daar in het midden liggen. En daar zijn de Nederlandse vrouwen, ook midden in de vloot. Vlakbij een concurrenten. Moeilijk te zien hoe ze ervoor liggen. We pakken ze op bij de bovenboei. We liggen hier bij de bovenboei en daar gaan de Nieuw-Zeelanders als eerste om de boei. En de Spanjaarden daar in tweede positie. De Italianen in vierde positie. De Nederlanders vijf erachter. Dat betekent dat de Nederlanders hier nog wat goed moeten maken op hun directe concurrenten. Maar ze gaan er hier ook nog voorbij. Ja, Lopke en Lisa halen daar in ieder geval de Italianen in. Ze zitten vlak bij de Spanjaarden. Nou, het ziet er goed uit. Maar de verschillen zijn nog niet groot genoeg op dit moment om zeker te zijn van een wereldtitel. Lopke en Lisa in derde positie, vlak daarachter voor de Italianen. Dat is gunstig. Maar als ze de Spanjaarden niet in weten te halen, zullen ze toch echt morgen die medal race moeten varen. Maar nog steeds, mooie positie voor deze race. Erg stabiele serie. En de dames zijn heel goed aan het varen op dit wereldkampioenschap. En daar komen Lopke en Lisa als eerste door de gate richting de finish. Fantastisch resultaat van de meiden. Wat een mooie serie varen zij, zeggen. Ze blijven ook nog voor op de Spanjaarden. Niet genoeg om nu al wereldkampioen te zijn, maar dat is niet nodig. Morgen in de medal race mogen zij het afmaken. Ze laten de Fransen en de Italianen flink achter en dat is goed. De Spanjaarden zijn de directe concurrenten morgen voor de medal race. Maar wat een mooie serie varen deze meiden. En daar gaan Lopke Berghouten, Lisa Westerhof als eerste over de finish. In deze laatste race van de Gold Fleet. Fantastisch resultaat van de Nederlandse meiden. Ze zetten een fantastische serie neer. En weten ook hun concurrenten af te schudden. Trotse coaches. Van harte gefeliciteerd Lopke, Lisa. Eerste plek, laatste race. Zesde geloof ik de race daarvoor. Blij neem ik aan. Ja, ontzettend blij. In de eerste race verspeelden we toch wat puntjes. Dus we hadden echt zoiets van, ja, die laatste die moeten we echt even weer terugpakken. Zodat we redelijk wat ruimte hebben voor morgen in de medal race. Dat we een beetje kunnen ademen en niet te dicht op onze tegenstander staan. En het is gelukt, het was echt een super mooie race. Ja, en een nek-aan-nek race met de Spanjaarden, dat lijken de directe concurrenten voor morgen. Ja, dat klopt. Ik denk dat die het dichtstbij staan nu. En ja, ze gaan ontzettend hard, doen ook echt goede dingen. En het is heel, ja, ik ben onder de indruk van ze, maar we gaan ons niet laten verslaan morgen hoor. Of zelfvertrouwen naar de medal race. Zeker, ja. Gefeliciteerd en heel veel succes. Jacques Koops, tevreden? Ja, mooie dag. Goede zaken gedaan. En ja, 14 punten voor morgen op de medal race. Dus dat is veel. Zeker medaille. Nou, dat was eigenlijk de insteek, medaille halen. En ja, dus ik ben hartstikke blij. Top. We zorgen dat de meiden voorin finishen morgen. En, wat, ja. Ja, volgens mij is het als de Spanjaarden 1 zouden worden, dan moeten Lisa en Lopke 7 worden. Nou, dat, als je kijkt naar deze afgelopen week, dan moet dat geen probleem zijn. En voor een team dat zo kort bij elkaar is, varen ze bijzonder goed, kunnen we zeggen, toch? Ja, ja, zeker. Heel goed. Heel volwassen, goede beslissingen. Je kan wel hier en daar zien dat er nog wat uurtjes gemaakt moeten worden. Omdat er, of het is wat roestig, of het is nog geen team. Dus de samenwerking kan beter, om elkaars talenten toch beter te gebruiken. Maar ja, top wat ze laten zien. Hartstikke mooi. Maar morgen nog wel een medal race. We zijn er nog niet. Succes!